Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag 5 augustus en de tijd? Het is ongeveer 6 uur, denk ik. 6 uur, we hebben de wekker gezet om 5:30. Want we wouden een zonsopgang zien. Dat is al niet gelukt. Ja. Het is nu 6:05 en het is hier. Hoe warm is het nu? Kijken. Ja, dat was het vanmorgen om 4:15. Oh, nog steeds 31 graden. De handdoeken liggen bij de bedjes. Dat heb ik om 6:15 gedaan. En toen waren er gewoon al mensen in het zwembad. Dus wil je dat, heel snel. Wij gaan nu een rondje richting het strand. Ja. Foto's maken. Hoi. Nou, hoi. Onze portier is er. Kom maar naar buiten. Daar is wel wat. Rechts. Het is al best wel warm. Ja, maar een opwekking te doen, dat is echt genoeg. Het is de avondzaadje, zat je alleen maar en dan zweet hij al. Ja, echt van alle kanten. Ja. Gisteren was wel de warmste en benauwdste dag. Ja, dat klopt. En het was bewolkt gisteren. Ja. Is het ook normaal nooit. Nou, dit is daarboven die, daar slapen wij. En dit is het zwembad. Oh, de zonsopkomst. Dat is wel mooi. Ja. Wel een beetje bewolkt hier. Kijk, kun je dat nu zien? Als ik het aanwijs. Dat is de poolbar. Daar drink je heel veel drankjes. Ja, elke dag. En kun je roken. Dan kan ik roken. Als je zwembad. Als je om een asbak vraagt. Ja. En het is zo genoeg om te vragen, can I have a... Dat is genoeg. Ja. Maar Engels kunnen ze ook echt heel goed. Engels is goed, maar Duits ook heel goed. Ja. En dat maakt niet ook lekker. Ja, hier heb je douches. Dit is het geluid dat je hoort. Wink, wink, wink. Ja, die rats voor ons. Ja. Bijzonder. Ja. Twee toch? Had je het ja, over? Twee. Ook nog allemaal zwembad. Ja. Heel veel handdoeken. Je krijgt elke dag zo'n pasje. En dan kun je elke dag een schone handdoek krijgen. Oh ja. Dit zijn dus glijbanen. Oké. Grappig. Dat wil jij heel graag, hè? Daar ja, hebben Jeffrey en ik ook wel één dag gedaan. Ja, in het andere resort. Resort.
Ja, want als je hier een hotelkamer boekt, kun je ook gebruik maken van alles in het andere resort. Ja. Je hebt er eigenlijk twee bij gebruik van kan maken. Links en rechts. Ja. Nog meer, je kunt volleyballen. Kijk, dat is het andere resort. Ja. Wel heel mooi en ook heel groot. Ja, het is echt heel groot. We lopen nu alleen richting het strand. Ja. Het einde van het zwembad. En nu begint de tuin. Dus we hebben ook echt wel geluk met onze kamer. Ja, perfecte ligging. Dicht bij het zwembad, dicht bij de meeste restaurants. Ja. Ja. Loep, loep, loep. De waterval is uit. Dit is een waterval. Mooi getrokken. Ja, we zijn te vroeg. En dit is het tuin. En daar kun je Spaans eten. Dat was Spaans, toch? Ja. Ja. Wel heel mooi. Heel belangrijk voor sommige mensen. Yes. Hey, een flamingo. Een witte, een albino. Heel uniek. Ja. Dat is wel echt heel mooi hoor. Ja. Mooi toch. Ik begin alweer een beetje te zweven. Ja? Ja. Hey, kom gelijk nog. En dat is de beachbar. Kun je ook gewoon drinken halen. Volgens mij is aan de overkant Aziatisch, toch? Ja. Asian, ja. Daar kun je ook eten. Ja. Ze zijn echt druk met alles, maar het ziet er echt super goed uit. Dit is een hangmat. Ik heb te veel filmpjes gekeken van mensen die er uitvielen. Of er doorheen zakten. Nou. Nu zijn we bij het strand. Nou, we doen onze slippers uit. Ja. Jij ook, want wij gaan naar het strand. Ja, die zon is echt wel super mooi. Iets verder naar rechts. Nee, er zijn al bedjes bezet. Nou ja, wij hoeven toch alleen maar eventjes, toch? Ja. Ja. Wij leggen hem hier.
super mooi. Echt heel mooi. Nou, we hebben foto's gemaakt. Voeten vol zand. En het begint echt warm te worden. En het is nu denk ik 6:15. Maar het is wel echt heel mooi hier, kijk. Heb je al gepraat? Ja. Echt mooi. Dus we pakken de slippers. Oh, jij hebt die van mij ook. Ja. En we lopen terug. Het is allemaal Egyptische vliegen hier. Ja. Irritant. Heel irritant. Heel weinig, maar ze zijn er wel. Opstapje. Even door het gras heen. Even door het gras. Dat mag eigenlijk niet. Oh. Heel stout. Ik doe het ook. Ja, normaal is het heel warm als je met blote voeten op de stenen loopt. Ja, dat is nou bijna gratis een ijsbak. Het wordt echt heel warm. Maar ja, het is Egypte. Ja. En we komen natuurlijk voor de warmte. Nou, wij gaan richting het zwembad. Doei! Doei! Voetjes afspoelen. Goed zo, voetjes. Voetjes, ja. Ik heb al schone voetjes. Hier is de douche. En dit is een speciaal voetendouche. Wij denken speciaal hiervoor. Dus. Het is wel warm. Eitje. Ziet er echt goed uit. Chocola. Dat lijkt wel iets van lava cake. Ja, lekker. Lekker wel rondvlaaien. Oeh, zullen we dat gewoon proberen straks? Ja. Chocola. Wafels. Pannenkoekje. Nog meer poedersuiker. Nog meer pannenkoekjes. Die zit lekker brood voor mij aan het snijden. Voor mezelf. En voor haarzelf uiteraard. Eentje of twee? Mag er wel twee doen. Grote jongen heeft er twee nodig. Allemaal andere lekkere broodjes. Dankjewel. Overal allemaal eten. Allemaal eten. Zo, mat. Jawel, ik wil jouw achterkant wel insmeren. Ja, ik ben vandaag lekker in het zwembad. Michel smeert zich even in. Ja, maar jij bent nog helemaal niet verbrand, dat is echt wauw. Ja, hè? Ja. Dat vind ik ook. En welke zonnebrandcrème hebben wij? Action. Afstelling gold. Nou, factor 50. Ja. Ja. En we zijn allebei nog niet rood, dus... Top, top, top. Perfect. Ja. Check, check. Ja. Lekker. Heel lekker. Heb je honger, schat? Ja. Oh, er staat iemand voor de deur. Rara, wie is dat? Oh, het is napping time. Ja. Yeah. Is het napping time? Ja. Yeah.
Oh. Ik ben weer hier. Als ik in mijn bikini ben, heb ik liever niet dat iemand binnenkomt. Oh, je hebt mijn sms'jes ook nog een schoon, maar ik ga ook van hier. Nee. Waaraan? Oh, kijk echt? Wat ik net heb gedaan. Oh. Wie is dat honger? Ja, dat zou ik nog altijd eerder, want de eerste is pas op Parostelia, dus. Ja. Ja. Het waait. Oh mijn god. Echt zo geen goed idee. Waarom doen we dit? Oh. Thank you.
Ja, moet je nagaan dat je dan losraakt. Paniek! Dus Egypte. En dat land aan de achterkant is Saoedi-Arabië. Apart, hè? Dat aan de andere kant. Dat zou ik dus echt nooit doen, hè? Echt doodeng. Ik met de billen in het water en weer omhoog. Oh. Oh, daar is ons hotel weer, geloof ik. Ja, hè? Ja.